Normaal gesproken zijn ze bij de voedselbank in Montfoort bezig met het werven van fondsen en het zoeken naar eten. Maar nu zijn ze op zoek naar klanten. Het is bijna omgekeerd van wat je normaal doet. Dat klopt. In het kleine stadje maken nu 65 mensen gebruik van de voedselbank. En dat is ongeveer 10% van de mensen die sowieso in aanmerking komen omdat ze onder de armoedegrens leven. En dat ligt onder het landelijk gemiddelde. En dat is jammer, en niet voor ons, maar vooral voor de mensen die recht hebben op of de mogelijkheid hebben om hier gratis voedsel te halen. En daarmee hun leven een stukje eenvoudiger kunnen maken. En wat meer ruimte krijgen om te werken aan de echte problemen die erachter zitten. Minder klanten dus, maar waar ligt dat nou aan? Sowieso zijn alle toeslagen omhoog gegaan, waardoor mensen het iets breder hebben. In het hele land gaan minder mensen naar de voedselbank. Maar Montfoort blijft wel erg ver achter. De locatie van de voedselbank kan een rol spelen. Midden in de stad, ja. Je bent hier erg zichtbaar als je hier langskomt. Er wordt wel eens nagedacht over of we het niet ergens anders zouden kunnen doen. Ik weet niet of dat heel erg veel zou helpen, maar in ieder geval zou het een stapje kunnen helpen. Om meer mensen aan te trekken zijn ze in Montfoort de samenwerking aangegaan met onder meer SWOM, een welzijnsorganisatie die maatschappelijke hulp biedt. Zij vertellen hun cliënten over de voedselbank. En zo staan er nog een aantal andere samenwerkingen op de rit. Daarnaast wil Leo duidelijk maken dat je niet per se onder de armoedegrens hoeft te leven om in aanmerking te komen voor de voedselbank. Ook mensen die veel verdienen kunnen hulp nodig hebben. Er zijn altijd wel redenen waardoor je soms wel eens pech hebt gehad. Of hoge schulden komt ook voor, dat je in de schuldhulpverlening komt. Dan kan het best zijn dat je veel verdient, maar toch wel de ondersteuning hier krijgt. Wij helpen in principe iedereen die het lastig heeft. En proberen dan naar een definitieve oplossing te zoeken.